Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie nieuwe producten van Catrice zien. Catrice komt elk jaar met twee updates. De eerste update vindt plaats in februari en dan brengen ze producten uit voor de lente-zomer. De tweede update die komt in juli/augustus, dat ligt er een beetje aan. De ene winkel die heeft in juli in de winkel liggen en de andere die heeft in augustus in de schappen. En dat is dan de herfst-wintercollectie. Je krijgt dat tegenwoordig al een sneak peek eigenlijk door middel van de limited editie die dan al in de winkel ligt. De It Pieces limited editie, als ik het goed heb. En dat zijn ook producten die later ook gewoon in het assortiment komen. Ik ben zelf altijd echt super blij als er weer nieuwe updates aankomen. Als ik die persluit in mijn mailbox krijg en ik denk, oh, dan word ik echt, ja, iets voor minder wordt gewoon heel erg blij bij mij. Dus ik vind het ook altijd heel erg leuk om te zien. Ik moet zeggen dat er ook een hele nieuwe lijn is voor de nagels. Daar heb ik nu niks uit, omdat ik voorlopig mijn nagels niet mag lakken. Er zitten echt hele mooie producten bij. Maar doordat ik een ongelukje heb gehad, dat heb ik in de vorige video uitgelegd. Mag ik gewoon voorlopig mijn nagels niet lakken. Dus leek het me ook niet zo handig om dan weer al mijn nagellakjes mee te gaan nemen. Omdat ja, ik het voorlopig niet zou kunnen gebruiken. Maar dat was eventjes de zijde. Als je benieuwd bent naar de producten die ik jullie ga laten zien, kijk dan zeker eventjes gezellig. Ik heb alle producten in mijn reviewbox zitten. Ik ga sowieso alle producten reviewen. Mocht er product bij zijn waarvan je denkt, wauw, die zou ik echt heel snel gereviewd willen zien, kun je het altijd eventjes laten weten in de comments. Op mijn blog verschijnen elke week 3 artikelen en ik kan dan heel gemakkelijk nog even schuiven met wat jullie zouden willen zien. Dus het is dat je het eventjes weet dat je het altijd moet aangeven. Ik ga overigens de producten nog niet swatchen, omdat ik er nog productfoto's van wil maken. En dat ziet er gewoon niet mooi uit als er dan al mee geswatcht is. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga nu snel beginnen met de nieuwe producten. Allereerst heb ik hier een Deluxe Glow Highlighter. Dit is een paletje met 3 highlighters erin. Het ziet er echt super mooi uit. Ik vind het echt een plaatje om te zien. Het palet heet 010 The Glorious Tree. Op de achterkant staat ook een plaatje een beetje vermeld waar je highlighters zou kunnen gebruiken. Maar ik denk dat als je zelf al vaak highlighters gebruikt, dan weet je dat wel. Maar het is wel handig voor als je er nog niet zo thuis in bent. Ik vind dit paletje echt heel veelbelovend uitzien. Het heeft gewoon een hele mooie uitstraling. Ik ben echt dol op highlights. Ik vind dat echt super leuk. Steeds meer low budget merken ook meer highlights in als wat je mensen krijgt. Dus ik ben echt zeker benieuwd naar dit mooie paletje. Dan hebben ze weer een nieuw oogschaduwpalet uitgebracht. Dit is het Glam & Smoky Eyeshadow Palette. Het zijn echt een beetje smoky kleuren. Zo ziet het eruit met deze kleuren erin. Het palet heet 010 Never Grey Up. Het zijn vooral grijze tinten, wat natuurlijk goed bij een smoky eye past. Ik denk dan wel dat je hele mooie looks hiermee kunt creëren. Op de achterkant zie je ook weer een plaatje met letters, cijfers aangegeven waar je wat kunt gebruiken. Ik hoop echt dat dit palet veel pigment heeft. Vorig jaar hadden ze een palet en dat had gewoon heel weinig. Hadden ze 2 palettes en die zaten gewoon heel weinig pigment in. Dat was ik eigenlijk niet echt gewend van deze palettes. Maar ik heb hier wel een hele goede hoop op dat die goed gaat zijn. Dan de HD Liquid Coverage Foundation. Dit is een foundation die 24 uur zal blijven zitten. Een mattifying second skin effect in dit mooie flesje. Ik vind het flesje ook heel mooi van Catrice. Hoe dit precies werkt, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik heb de kleur Light Beige, die past het beste bij mijn huid. En ik hoop echt dat deze heel goed gaat bevallen, want de foundation die ze vorig jaar uitbrachten is helaas ook alweer verdwenen. Ja, dat is gewoon altijd zo. Als er nieuwe producten komen, moet er helaas ook producten plaatsmaken. Dus ik hoop dat deze ook weer heel erg goed gaat bevallen. Het is 30 ml en het flesje ziet er wel heel erg mooi uit.
Dan de Matte Zethouwer Lip Artist. Het is een matte lipproduct. Het ziet er zo uit. Hij is overgegaan in mijn tas, dus ik had overal al een beetje van het product zitten. Maar ja, dat is niet anders. Ik ga even kijken wat de kleur is van deze. Dit is de 030 Burberry Hupping. En hij lijkt een beetje, vind ik zelf, op die sticks van de Hema. Deze is de mat. Ik ben hier echt wel heel erg benieuwd naar. Ik ga de kleur nog even een beetje beter laten zien. Dus ja, ik hou zelf heel erg van matte producten, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit product gaat zijn ook. Dan een Eye and Brow Contouring Paletten. Ziet er zo uit. Ik heb een heel mooi paletje om mee te contouren. Heel erg geschikt is voor ogen en wenkbrauwen. Het zijn hele lichte kleuren en een paar donkere. Ja, ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Ik ben hier ook wel heel erg benieuwd naar. Deze heet 020 But First Drop Coffee. Er staat ook een plaatje bij hoe je dit kunt gebruiken. Dat vind ik wel ideaal, omdat ik hier eigenlijk niet gelijk het idee van heb, oké, waar zou ik de kleuren gaan gebruiken. Dus ik vind dat wel heel erg handig. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat ik hiervan kan gaan verwachten en of het wat is. Dan brachten ze 3 nieuwe concealers uit. Camouflage cream heet officieel. Ze hadden al een camouflage cream in het assortiment. En die vond ik echt super fijn. Die werkte heel erg goed. Ze hebben er nu 3 kleuren bij. Dat is deze voor anti-shadow. Die is een beetje. Ja. Ziet er zo uit. Heel erg benieuwd naar. Dan is er eentje voor anti-red. En wake-up effect. En ja, ik heb hier eigenlijk best wel goede hoop op. Ik heb hier goede hoop op omdat ik het eerste paletje, potje van die cream die ze uitbrachten, vond ik echt super fijn. Daar was ik gewoon heel erg blij mee, omdat die gewoon heel goed dekte. En dat was eigenlijk de eerste cream concealer. Die gewoon echt heel veel goed dekte. Dus ik ben ergens heb ik wel een hele goede hoop dat deze producten ook heel goed dekkend zullen zijn. Dus die 3. Dan een mono oogschaduw. Dit is de Fred A. Lumière. Een lifting oogschaduw in de kleur 050 La Vie en Rose. De doosje ziet er best wel luxe uit, moet ik zeggen. Zo ziet de oogschaduw eruit. Dit is een shimmer oogschaduw. Ik vond dit wel een heel leuk kleurtje, dat roze. Het is wel iets wat ik graag wil dragen. Ja, ik vond dit er gewoon heel erg leuk uitzien. Die had meerdere kleuren en ik vind het doosje gewoon ook heel mooi. Ja, ik vind het wel een leuke mono oogschaduw. Dan heb ik de Powder Matte Blush. En dit is zo'n bol. Dit is de 010 Hibiscus. Misschien ken je het bolletje wel van Essence. Die had hem vorig jaar ook uitgebracht. Hij ziet er zo uit. Ik vond hem van Essence heel erg fijn. Dus vandaar dat ik hem van Cartier ook heel graag wilde proberen. Omdat ik de goede verwachtingen over had. Maar het is ook een matte blush. En dat vind ik super mooi. Ik hou echt heel erg van matte producten. Dus ik hoop echt dat deze ook heel veel pigment gaat hebben. Dan de Prime & Fine Smoky Effect Eyeshadow Base. Dit is een oogschaduw basis die speciaal geschikt is voor smoky eyes. Ik had het nog niet eerder gezien bij andere merken. Deze heeft een zwarte verpakking. Dit is nu de derde oogschaduw basis die ze uitbrengen. Over het algemeen ben ik heel tevreden over de oogschaduw basis.
Catrice. En ik was heel erg benieuwd of dit echt werkt bij Smoky Eyes. Dus ik zou hem zo graag kunnen combineren met dit paletje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit, ja, of dat dit het wat gaat doen. Het is een 010, ja. Het is gewoon de oogschaduw basis. De zwarte verpakking, dat is de enige zwarte oogschaduw basis die ertussen staat. Met zwarte omhulsel bedoel ik. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Dan de Prime & Fine Smoky Effect Eyeshadow Base. Dit is een oogschaduw basis die speciaal geschikt is voor Smoky Eyes. Ik had het nog niet eerder gezien in andere merken. Deze heeft een zwarte verpakking. Dit is nu de derde oogschaduwbasis die ze uitbrengen. Over het algemeen ben ik heel tevreden over de oogschaduwbasis van Catrice. En ik was heel erg benieuwd of dit echt werkt bij Smoky Eyes. Dus ik zou hem van heel erg kunnen combineren met dit paletje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat dit, ja, of dat dit goed wat gaat doen. Het is een 010, ja. Het is gewoon de oogschaduwbasis. Het zwarte verpakking, dat is de enige zwarte oogschaduwbasis die ertussen staat. Met zwarte omhulsel bedoel ik. Dus ja, ik ben hier heel benieuwd naar. Dan heb ik een contouring en highlighting duo pencil. Dit is een potlood om mee te contouren en te highlighten. Dit is de kleur 030 Contour de France. Kijk. Ook echt. Gewoon een potlood. Dit is het contourgedeelte. Het highlight gedeelte. De punten zijn lekker scherp, dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat dit vooral weer handig is bij je, ook bij de ogen. En ik denk misschien ook wel bij de wenkbrauwen of het wenkbrauwen of de highlighter in. Ja, ik ga even kijken hoe ik dit ga kunnen gebruiken. Het zijn matte potloden, dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik ben wel heel benieuwd ook naar deze contouring potlood. Het is een potlood. Dan heb ik nog een contourproduct en dit is de Prime & Fine Contouring Duo Stick. Ik heb voor de medium skin genomen. Dat is de 020. Er wordt duidelijk aangegeven contour en highlight. Dit is dan het contourgedeelte. Je kunt hem zo omhoog draaien. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ik heb eerder zo'n stick gezien van de MAC & More van de Action. Ik ben wel benieuwd of dat deze goed is. Dit is het highlight gedeelte. Het ziet er anders wel, ja, goed uit, moet ik zeggen. Ik ben normaal zelf een beetje huiverig als het om producten gaan die smeerbaar zijn. Ik heb normaal niet met poeders, maar ik ben wel benieuwd of dit, ja, goed gaat zijn. Hij is voor het gezicht, dus ik ga zien of ik hier mooie contouren mee kan zetten. Dan heb ik de Pret A Volume Smoky Mascara Velvet Black. Hij zou 18 uur blijven zitten. Het is een dikke mascara. Even kijken hoor. Nee, het is volgens mij is dit gewoon één versie. Hij belooft. Het is een matte mascara die veel volume belooft. En hele mooie wimpers. Geen klontjes. Dat soort dingetjes. Dus ja. We gaan kijken. Ik ga even het borsteltje laten zien. Even uitkijken dat ik niet ga smeren. Het borstel ziet er zo uit. Het ziet er op zich prima uit. Ik ben wel benieuwd of dat deze echt heel veel volume gaat vinden. Ja? Ik moet zeggen dat ik wel heel erg, meestal wel heel erg tevreden ben over de mascara's. Dus ja, ik hoop dat deze ook weer heel erg fijn gaat zijn. Want hij ziet er wel. Het ziet best wel luxe uit, moet ik zeggen, met die gouden teksten erop. Dus ik ben benieuwd. Dan heb ik een product waar ik echt onwijs benieuwd naar ben. Dat is de Velvet Matte Lip Cream. Die ziet er zo uit. Ik ken ze van andere YouTubers, ken ik ze van de NYX. Die kun je bij de Issy Paris kopen als je een doel van. Ik heb geen Issy Paris.
En die zijn 7 euro. Deze zijn een stuk goedkoper. En ik hou heel erg van mat. En ik ben ook heel erg benieuwd naar deze lip cream. Ik heb de kleur 020 Rose Your Voice. Rose Your Voice. Leuk. Dat is een silky lip cream met vitamine E. Voor mooie en velvet matte lippen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind hem er echt heel erg mooi uitzien. Dus ik hoop echt hier heel veel van. Dan het laatste product is de Longlasting Prime and Fine Multi Tannin Fixing Spray. Het is van flesje. Dit flesje is gewoon van plastic overigens. Dit is dus een spray die je over de make-up kunt aanbrengen zodat het langer blijft zitten. Ik vind het wel heel erg leuk, want Catrice had nog niet zo'n spray in het assortiment. Ik vind het heel erg leuk dat ze het wel hebben. Het is 50 ml. Ik ga even ruiken of er aan het als ik het kan ruiken. Ik hoop één ding, ik kan niet echt iets ruiken nu. Je moet hem 30 cm van je gezicht houden en je ogen dicht en je mond ook. Als de spray in je gezicht komt, in je ogen komt, moet je het uitspoelen met water. Oké, dat is heel fijn om te weten. Het gaat mij er echt niet om of dat het geparfumeerd is. Want dat hoop ik eigenlijk persoonlijk niet. Ik heb gewoon een handig pompdocumentje. Ik had laatst bijvoorbeeld zo'n spray van B7 en die vond ik gewoon echt vies. Die was geparfumeerd en daar ben ik dus niet zo heel erg groot fan van. Dus ik hoop echt heel erg dat deze niet geparfumeerd is. Maar ik vind het normaal wel heel fijn product. Dus ik vind het heel erg leuk dat ik nu zelf product in het assortiment heb. Dus we gaan het zien of dat het wat is. Ik ben er heel erg blij mee in ieder geval. Dan waren dit de nieuwe producten van Catrice die ik tot nu toe heb kunnen krijgen. Er zijn natuurlijk nog veel meer nieuwe producten, maar ik vond dit wel ongeveer de mooiste producten die er waren. Net wat ik zeg, bij de nagelproducten zaten ook nog hele mooie producten bij. Die ik later ook nog zeker wil gaan aanschaffen, maar dat is niet gewoon heel handig. Als je nou nogmaals, je kunt gewoon aangeven waar ik zelf graag een review van wilt zien. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, abonneer dan eventjes op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan mis je mijn nieuwste updates niet. Kijk ook zeker eventjes op mijn blog. Bij elke week 3 artikelen op te schrijven. Want daar zul je ook de reviews van deze video's gaan terugzien. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je heel snel weer. Doei!